Nadat Lodewijk en ik een aantal dagen pas op de plaats hebben gemaakt rond Leeuwarden en de Europese culturele hoofdstad, zijn we afgelopen dagen weer begonnen met lopen. Gewoon echt te voet naar de Sint-Jacobi-parochie en naar Zwarte Haan. Ik denk dat is die zonnevel. Maar wat je dan moet doen, is gewoon even in het water springen. Kijk, daar is daar een heerlijk water. En ik heb me even gepermitteerd om Lodewijk te ontpakken. Dat ligt daar. En dan een duik te nemen in het water. En dat is een feest. Oh, daddy! Goed zo, baby. Schaapsherder dat je er bent. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Goed zo. En heerlijk eigenlijk om te merken hoe verslavend dat lopen eigenlijk is geworden. Dat je in de verte een kerkje of een dorpje of een stad aan ziet komen en dat het heel langzaam dichterbij komt. En dat lopen, dat komt vandaag hier samen op 25 juli in Sint-Jacobi-parochie. Want daar is namelijk Santiago aan het Wad. En dat is de viering van de Santiago de Compostela-route, maar dan niet in Santiago, maar in Friesland, bijna aan de Waddenzee. Ik denk dat we op pad gaan. Wie gaat er mee? Zijn jullie er klaar voor? Oh, we gaan! Vandaag zijn we gevraagd de laatste 5 kilometer te lopen van Sint-Jacobi-parochie naar de Waddenzee, naar de Finisterre. En het mooie is dat we met, ik denk wel 150 mensen deze laatste kilometers lopen. En dat zijn niet zomaar mensen, dat zijn pelgrims. Toch? Ja. Voilà. Het wat? Het wat. Door een heel mooi koor die zong. En er hingen vliegers in de lucht. En het was echt betoverend mooi. Kerk of Tjerk en Lodewijk? Beide. Allebei. Welkom. Nou, welkom alle Belgen. Een heel mooi gezicht. Hoedje meer over die kamer. Welkom al eerder in de nacht van het wat, nacht aan het wat. Vanavond zijn we programma-onderdeel van Nacht aan het Wad. En spelen we eigenlijk een impressie van de Bon Route-reis. En dat is eigenlijk een aanloopje naar de voorstelling. Ik ben begonnen te lopen vanaf Parijs. Daar is de poort van Sint Maarten. En als je de ene kant onder de poort doorloopt, dan loop je naar het zuiden en loop je naar de Compostela-route, de alombekende en eeuwenoude route naar Santiago. En loop je de andere kant onder de poort van Sint Maarten door in Parijs, dan loop je naar het noorden en loop je de Sint Maartensroute. Spring dan, zal je redding zijn. Durf dan, doe dan, hou niet vast aan de pijn. Oh, spring dan, durf dan, want spring het zal je redding zijn. Ik werd verliefd. Als ik hier zo ben en al die mensen ontmoet die gewend zijn veel te lopen, lange afstanden te lopen, dan denk ik dat wat hun drijft, dat als je loopt en dus niet in een vliegtuig zit, of niet op een fiets, of niet in de auto zit, iedere stap zelf zet, dat je zelf veel bewuster bent van de reis die je maakt. Maar het verdriet, het wilde maar niet wennen. Een strijd die je nooit meer binnen kan. Spring dan,
spring dan zal je redding zijn. Durf dan, doe dan, hou niet vast aan de pijn. Oh, spring dan, durf dan, want spring het zal. Het is belangrijk omdat het leven gaat snel. Soms is het kort, soms is het lang, maar in ieder geval, het leven gaat best wel snel. Ik denk aan hoe bewuster je bent van jezelf en hoe je je voortbeweegt in de wereld. Ik denk dat je daardoor tot betere keuze kan komen van wat je wil met je leven. In ieder geval, zo werkt het bij mij. Jochem Raad op toetsen, Caroline Kamp op Joep en Lillebas. Mijn naam is Tjerk Ridder en wees welkom op de voorstelling Vollenhoek. Dank jullie wel.